7-jarige leeftijd een keer op celkamp gezet door mijn ouders. En ja, ik vond het eigenlijk best wel leuk. En sindsdien steeds meer gaan zeilen. In de weekenden. En dat is een beetje uitgebouwd tot een uitgelopen hobby. Het is voor mij een hobby, maar ik ga er wel steeds meer naartoe alsof het ook werk is. Ik neem het wel zo serieus dat ik wel alles op alles zet om ook het beste uit mezelf erin te halen. Nou, af en toe zeil ik wel heel veel en dan ben ik er ook wel even klaar mee als het ware. Als je net een trainingskamp hebt gehad van een maand lang of allemaal wedstrijden achter elkaar en ben je met echt dat fanatieke zeilen af en toe al, heb je dan even genoeg, even lekker wat anders. Nou, als ik thuis kom, ontspannen op de bank ploffen, maar ook wel een lekker glaasje wijn opengetrokken worden. Muziekje aan, vooral muziekje aan. Ik vind het altijd heerlijk om lekker muziek aan te hebben op de achtergrond. En vaak ook wel even lekker weg, lekker op stap. Kerst is kort, ben samen met mijn broer een katamaran gekocht. Die ligt hier een paar minuten lopen van mijn huis vandaan, aan het strand. En een paar keer in het water op geweest en voor mij is kicken. Lekker ander soort zeilen. Laser is heel fysiek en het katamaran zeilen gaat gewoon veel sneller. Kost je minder energie en kan je ook lekker andere mensen meenemen. Ik heb heel veel vrienden die weten wel dat ik heel veel weg ben en aan het zeilen ben. Maar ik heb ze nooit echt kunnen meenemen en kunnen laten zien hoe het zeilen nou precies is. Ah, dus dit is mijn katamaran die ik samen met mijn broer gekocht heb. Het is de Race Monster. En prachtig mooi bootje. Dubbele trapeze. Lekker hard. Ja, dat is een mooi weertje. Om even lekker een rondje te gaan scheuren. Maar liever heb ik wel het zonnetje hoor. De sleutel van de tractor. Wel leuk om even een stukje mee te rijden. Zullen ze die nou opbergen? Misschien weet mijn broer het wel waar dit ding is. Het zou er gewoon in moeten zitten eigenlijk. Geen sleutel als balen. Ik ben heel blij met de keuze die ik gemaakt heb, waar ik nu ben, als topsporter. Tuurlijk mis ik af en toe wel het een beetje het normalere leven. Maar aan de andere kant is een mogelijkheid die ik nu heb. En daar geniet ik heel erg van. En dat rustigere, stabiele leven, dat kan altijd nog komen. Rutger van Schaardenburg heeft zich in de medalrace van de Laser Radiaal klasse weten te varen. Hij staat zesde overal. Hij kan nog klimmen in het klassement, maar gaat niet meer voor een medaille. Ik zit nu wel een niveau van tegen de subtop, eigenlijk tegen de top aan in de subtop. Maar ik wil gewoon echt naar de beste positie van de wereld komen. En daar heb ik Roelof gewoon hartstikke hard voor nodig. Goede trainingspartner is super belangrijk. En aan het einde van de dag zal toch de beste zeilen moeten gaan. En ik moet maar het beste uit mezelf halen. Wil ik die persoon zijn. Het mooie is van de spelen ook dat er maar, vind ik wel mooi in de zeildiscipline, er mag maar eentje heen per land. En dat moet gewoon de beste zijn. En ik ben hartstikke hard voor bezig om het beste uit mezelf te halen. En dat moet genoeg gaan worden. En als niet, dan gaat de verdiende persoon erheen. Topsportmentaliteit. Ik denk dat het voor iedereen anders is. Natuurlijk op het water moet je moet veel uren maken om goed te worden, om snel te worden, om tactisch goed inzicht te krijgen met het zeilen. Maar daarnaast, na het zeilen, is er ook een heel belangrijke manier van ontspanning. Maar dan moet het niet ten koste gaan van het zeilen natuurlijk. Maar daar heb je zo je periodes voor wanneer je dat wel kan. Want dat geeft mij ook weer energie voor de volgende periodes om weer hard tegenaan te gaan. Ik vind het persoonlijk heel mooi om het uitsluitje zelf te halen. Want je bent op top van het sport bezig tegen anderen die er ook alles voor doen om het beste uit zichzelf te halen. En dat is iets heel moois, maar je beleeft er ook hele mooie momenten mee als je prachtige trainingsperiodes en je bereikt een hoger doel in jezelf, je ziet jezelf verbeteren, je haalt prestaties.
mooie momenten eromheen ook. Ook buiten het sporten dat je ervan mee kan pikken. Het is gewoon een heerlijke, mooie, heerlijke ervaring. Ik zou niet alles opgeven voor de gouden plak. Zeker niet. Daarvoor zijn andere dingen voor mij veel te dierbaar. Maar ik geef wel alles voor over wat bij mij past om ervoor op te geven. Want als ik alles zou opgeven voor die gouden plak, dan weet ik dat die er nooit zou komen, want dan word ik er ongelukkig van. Ik moet blijven wie ik ben en dan kan ik het best presteren. En ja, in dat beeld kan ik echt het beste uit mezelf gaan halen.